Je kunt morgen binnenkomen en daar staat erin te sidderen. En dan, dan slaapt een schrikje om het hart. Maar dat is ook het enige wat er gebeurt. Want verder kan er op dit moment nog niks aan gebeuren. Want als de eerste tekenen van het herpesvirus te zien zijn, is de olifant binnen 24 uur dood. En dat niet alleen. Het virus is zelfs doodsoorzaak nummer 1. Daar moet verandering in komen, vinden ze hier. En als je dan weet dat er 25%, en dat is 1 op de 4 olifanten eigenlijk, sterft aan een virus, het zogenaamde herpesvirus. En dat er nu de universiteit, dus waar wij heel blij mee zijn, inderdaad eraan wil werken om een vaccin te ontwikkelen. Dan is dat natuurlijk A, heel hoopgevend en B, natuurlijk fantastisch voor de olifanten, dat hun populatie minder in gevaar komt. De Aziatische olifant wordt namelijk met uitsterven bedreigd. Onderzoekers over de hele wereld zijn al 30 jaar bezig om de ziekte te bestrijden, maar vooralsnog zonder succes. Het is namelijk moeilijk te ontdekken en te onderzoeken. Maar met nieuwe technologieën moet dat nu wel mogelijk zijn. Wat we nu gaan doen is kijken naar het genetisch materiaal van het virus. Dat is intussen helemaal in kaart gebracht. Daar kunnen we onderdelen van gebruiken. Waarmee we dan onderdelen van het virus kunnen maken. En die kun je dan als vaccin gaan gebruiken. Toch gaat het waarschijnlijk nog tientallen jaren duren voordat alle olifanten ingeënt zijn. Het vaccin moet over een paar jaar klaar zijn. Voordat je dat hebt, dan zijn we tussen de 5 en 10 jaar. En dan moet dat ook kunnen. Maar de eerste periode zullen lang niet alle dieren gevaccineerd zijn. Zolang ze niet gevaccineerd zijn, kunnen ze nog ziek worden. En dan moet je ervoor zorgen dat je een therapie hebt.